Maar wij vrouwen hebben ook goede spierballen. Spierballen, juist. Ben jij op zoek naar een vervolgopleiding in de techniek? En wil je werken en leren in een groot internationaal bedrijf? Dan is Royal IAC op zoek naar jou. In deze vlogserie volg ik leerlingen die mij laten zien wat ze op een dag hier allemaal doen. Ben je benieuwd? Blijf dan kijken. IAC Krimpen. Hier is een helm, een bril en een jasje voor je persoonlijke bescherming. Ik sta hier naast Janie en Janie die is nu allround lasser, maar is ooit begonnen in de leerschool. Hoe was dat voor jou? Ja, ik was 12 toen ik al wist dat ik lasser wilde worden. En ik wil ook heel graag in de scheepsbouw. En ja, ik heb echt een toffe leerschooltijd gehad ook. En dan kom je hier en dan kijk je in die loods en dan denk je echt van wauw, hier wil ik werken. Wat tof. De dingen die jij las, die worden dus uitgebreid op een heel groot schip. Ja, daar maken wij eigenlijk allemaal secties van. En die secties die worden weer aan elkaar gemaakt tot een schip. Laten we gaan kijken in die loods. Ja, gaan we doen. Wist je dat je als leerling bij Royal IAC de mogelijkheid hebt om meteen na je studie hier aan het werk te gaan, je heel goed betaald wordt en je zelfs internationaal aan de slag kan gaan? Hoe vet is dat? Wat maakt voor jou lassen nou zo leuk? Ja, nou eigenlijk een beetje de afwisseling. Ja, iedere dag is je anders en je bent toch bezig met een eindproduct. En ja, je maakt uiteindelijk toch een deel uit van het schip. En als ik hier zo om mij heen kijk, dan zie ik hier eigenlijk alleen mannen. Ja, dat klopt. Ik ben echt de enige hier. Hoe hou je je staande tussen al deze mannen? Nou, dat gaat eigenlijk best wel makkelijk, want iedereen wil wel alles voor me doen. Dus dat maakt het wel heel erg makkelijk. Ze willen hier alles voor je doen? Zoals wat dan? Nou, alle spullen voor me sjouwen en eigenlijk wil iedereen me altijd wel helpen. Hey, Okkie, wat vind jij er nou van om samen te werken met Janie? Ik vind het goed dat zo'n meisje zeg maar dit zwaar werk doet. Het is eigenlijk een zwaar werk. Ja, maar wij vrouwen hebben ook goede spierballen. Spierballen, juist. En wat zien we hier achter ons? Ja, we zien hier achter ons een stuk van het voorschip die wij met ons hele team aan elkaar gelast hebben. En later wordt het op de aanbouw wordt het weer eraan gebouwd. En dat wordt dus dan daar gedaan? Ja. En zoals we kunnen zien, zie je dus dat daar dus het voorschip nog mist. Ja. Dus straks wordt dat met een hele grote machine daarop gezet. Ja, met de bovenloopkranen. Denk je na het zien van deze vlog, daar moet ik werken? Kom dan snel kennis maken. Kijk voor meer informatie op deze website.